Dit is een podcast over hoofdstuk 3, aarde, klimaat en landschapszones. En we kijken naar paragraaf 4, lucht als energietransporteur. Een belangrijke paragraaf, zeker voor binnen aardeskunde ook belangrijke theorieën wat behandeld worden. En eigenlijk kun je dit toepassen op Zuidoost-Azië straks en andere hoofdstukken over klimaten. We gaan kijken naar hoe luchtdruksverschillen ontstaan. De wet van Buys-Ballot, wat de ITCZ-lijn is en wat heeft het te maken met passaatwinden. Dan gaan we kijken naar het ontstaan van een depressie op lage breedte. En dan, wat is El Niño en hoe ontstaat het? De atmosferische circulatie. Teruggaande naar paragraaf 2, waarbij je dus de zonkracht en de stralingsbalans ziet. Dan zie je dat er door de zon verschil is in temperatuur. Dit is schematisch getekend. Daar waar het warm is, gaat de lucht stijgen. En dan gaat het omhoog, want het wordt opgewarmd. En daar waar de lucht koud is, dan daalt het. Dan heb je dalende lucht. Dus bij stijgende lucht ontstaat een lage drukgebied, want je hebt een tekort aan luchtdeeltjes, want die gaan immers weg, dus je houdt minder over. En bij een hoge druk heb je vanaf boven dat de lucht naar beneden zakt, dus je krijgt in een klein gebied meer lucht. Dan heb je dus ook meer luchtdeeltjes, dus dat wordt hoog. Vervolgens, het verschil tussen hoog en laag, dat is wind. Dus daar waar je een heel hoog drukgebied heb, maar ook een heel laag drukgebied, heb je veel verschil, heb je een harde wind. En dat wordt flink aangevuld. En zo kan dus door hoge en lage drukgebieden op aarde, kun je dus door middel van wind warmte transporteren. We gaan eerst even kijken naar lage druk en hoge druk. Bij een lage druk betekent dat de lucht stijgt. Het wordt bijvoorbeeld warmer. Op een gegeven moment krijg je dus bij lage druk dus ook condensatie. Dus die lucht die stijgt ontzettend snel, koelt af en koude lucht kan minder water vasthouden. Dus het gevolg is wolken en neerslag. Wat je moet realiseren is dat als wind naar een lage drukgebied gaat, dan gaat dat altijd tegen de klok in naar het lage drukgebied. En draait het uiteindelijk zo dat het tegen de klok in draait tot en met het laagste punt binnen het lage drukgebied. Vanuit een hoge drukgebied gaat juist wind weg en dat gaat door middel van met de klok mee. Dus als je hier een hoge druk en een lage drukgebied daadwerkelijk zoals dat hier is bij elkaar ziet, dan zie je dus dalende lucht bij het hoge drukgebied, dat met de klok mee uit het hoge drukgebied gaat, stroomt naar het lage drukgebied en tegen de klok in gaat het van het lage drukgebied weer terug omhoog. Dus zo moet je dat zien. En op het zuidelijke halfrond is dat exact andersom. Maar dan gaan we naar de wet van Buys-Ballot. Met de wind in de rug, waarbij de wind van hoog naar laag stroomt, ondervindt wind op het noordelijk halfrond een afwijking naar rechts en op het zuidelijk halfrond een afwijking naar links. Leer dit uit je hoofd en probeer het hierna te begrijpen. Ik probeer het uit te leggen door middel van de aarde en deze schemaatjes. En we beginnen bij het vorige plaatje. Dat is nu bekend, wind gaat van hoog naar laag. Dat is gelijk als dat bijvoorbeeld hier van het hoge drukgebied rond 30 graden noordenbreedte stroomt lucht dus naar het lage drukgebied. En dat heb je dus ook vanaf het zuidelijk halfrond. Nogmaals, een schematische tekening. De werkelijkheid is weer barstiger, maar zo kun je het goed leren. Omdat de aarde draait en niet stilstaat, gaat de wind onderweg een afwijking krijgen. Je moet het zo zien, probeer een rechte lijn te tekenen op een papiertje, terwijl iemand anders die het papiertje wegtrekt. Dan krijg je een soort van afbuiging. En dat is precies wat de wind ook doet. De wind wil van hoog naar laag, maar doordat de aarde draait, en die draait dus, volgt de pijl maar, krijg je dus een afwijking. En dat is op het noordelijke halfrond een afwijking naar rechts, en op het zuidelijke halfrond een afwijking naar links.
Vind je het lastig om te zien dat het pijltje op het noordelijk halfrond naar rechts gaat, dan moet je maar even op de kop gaan kijken, dan zie je dat. En dat is dus over die hele breedte. En als we het verder gaan invullen, dan zien we dat, maakt niet uit waar je een hoge druk of lage drukgebied hebt, op het noordelijk halfrond gaat het naar het lage drukgebied toe met een afwijking naar rechts, dus met de klok mee, en op het zuidelijk halfrond met een afwijking naar links. Daarbij hoort nog voor het gemak 30, 60 en 90 graden, omdat je drie verschillende zellen krijgt. Dus wat je hier links aan het plaatje ziet, dat is een zel. Dus je ziet een laag drukgebied dat het stijgt. Dan wordt het door de wind meegenomen, of zelf meegenomen. En daalt het weer bij het hoge drukgebied. En stroomt lucht weer van hoog naar laag. En krijg je een soort van cel. Nou, die cel tussen 0 en 30 is de Hadley-cel. De cel tussen 30 en 60 is de Ferrel-cel. En tussen 60 en 90 is de polaire cel. Hier zie je ze getekend. Hadley-cel tussen 30 en 0. De Ferrel-cel tussen 30 en 60. En dan de polaire cel. Dit kaartje kan je in de war brengen. Omdat het anders is dan mijn uitleg hiervoor. Maar dat je een paar dingen moet onthouden. Bij lage drukgebied heb je stijgende lucht. En je moet dit kaartje driedimensionaal zien. Daar waar je hoge druk hebt, heb je dalende lucht. En afwijking naar rechts op het noordelijk halfrond, afwijking naar links op het zuidelijk halfrond. Maar nou gaan we het moeilijk maken. De aarde staat in een hoek van 23 graden. Wat dus echt betekent dat wij de seizoenen hebben die wij nu hebben. Want als het juni is en de zon staat op de kreeftkeerkring, dan staat het dus op 23 graden noordenbreedte. Dan zie je heel duidelijk dat het noordelijk halfrond veel warmer is. En een half jaar later zie je heel duidelijk dat het zuidelijk halfrond veel warmer is. Dat er veel meer oppervlakte verwarmd wordt. En wat gebeurt er dan? Dan gaat dus dat lage drukgebied, wat normaal gesproken rond evenaar zit, zit dus in onze zomer, in juni, zit het iets meer naar het noorden. Terwijl het in de winter iets meer naar het zuiden gaat. Dus in december, januari. En dat zie je terug hier op dit kaartje. Dat bij de situatie in januari, is de bovenste, dan staat de zon op de Steenbokskerking en dan verschuift dus dat lage drukgebied verschuift meer naar het zuidelijk halfrond. Terwijl een half jaar later verschuift het meer naar het noordelijk halfrond. Dat lage drukgebied op de evenaar waar de twee Hadley-cellen, dus de Hadley-cel van het noordelijk halfrond en het zuidelijk halfrond elkaar ontmoeten, dat wordt de ITCZ-lijn genoemd. En die verschuift zich dus ook over de evenaar, dus de intertropische conferentiezone. Het lage drukgebied tussen de twee Hadley-cellen. En in principe is dat het warmste plekje op aarde, want anders zal er geen lage drukgebied ontstaan, want dat ontstaat bij warmte en bij stijgende lucht. Als we nou die ITCZ-lijnen met dit schemaatje over de hele wereld doortrekken, dan zien we dat waar die loopt in juli en dan zien we waar die in januari loopt. Pak je atlas erbij en ga naar hoge druk, lage drukgebied achterin kijken, dan zie je dat duidelijk verschuiven. Dan wordt de ITCZ-lijn wel niet genoemd, maar je kunt wel herleiden waar die langs loopt. Dit is natuurlijk geen rechte lijn en dat heeft alles te maken met het albedo-effect. Want landmassa warmt sneller op dan watermassa. Ook in paragraaf 2 gezien, absorptievermogen of reflectievermogen van bepaalde gebieden. En dat zorgt ervoor dat het soms heel snel opwarmt en soms heel langzaam. En daarom verschuift die lijn niet evenwijdig van elkaar, maar is het eigenlijk willekeurig wat daar toevallig ligt. Land, zee, gebergte enzovoort. En die ITCZ-lijn heeft natuurlijk gevolgen, omdat die zorgen voor aanvoer van warmte. Dus als die veranderen, de ITCZ-lijn of die passaatwinden die er naartoe waaien, want zo heten die winden, de winden die van hoog naar laag rond 30 graden naar de ITCZ-lijn stromen, noemen we passaatwinden. Als die veranderen, dan neemt het ook een ander klimaat met zich mee, andere weer.
Wisseling van windrichting en vooral plekken op de evenaar kan dat betekenen dat je een verschuiving krijgt en dus een omkering van de windrichting. Omdat als de ene keer de ITCZ-lijn in januari onder de evenaar zit, dan stroomt de wind van een andere plek als dat die boven de evenaar zit. En als je dan op de evenaar woont, heb je dus van twee kanten het weer. En dat kan een moesson met zich meenemen. We gaan nu de moesson van India bekijken. Dat wil niet zeggen dat moesson altijd over de hele wereld op hetzelfde moment is. Maar je moet gewoon goed kijken waar komt de wind vandaan. Kijk voor jezelf ook Indonesië. Ik behandel India, maar kijk goed en zie dat Indonesië het omgekeerde is. Op hetzelfde moment. Als we India nemen en we pakken de ITCZ-lijn in januari en we pakken de ITCZ-lijn in juni. Dan zien we verschil. Als we gaan kijken naar droge lucht vanuit het noorden, dan zie je dat de wind van hoog naar laag gaat. Van het droge China richting de ITCZ-lijn gaat langs de Himalaya of eroverheen. En uiteindelijk komt het in India en dan gaat het naar zee toe en komt het uit bij de ITCZ-lijn. Oftewel, een droge periode. Een half jaar later krijg je vochtige lucht vanuit de Indische Oceaan die naar de ITCZ-lijn loopt dat nu aan de noordkant van India ligt. Oftewel, vochtige lucht komt eraan. En dat betekent een droogteseizoen in januari, maar een regenseizoen in juni. En als je naar Indonesië hebt gekeken, dan zie je dat het precies andersom is geweest. Dus zeg niet in de zomer, want A, weet je niet of het op het noordelijk halfrond of zuidelijk halfrond zit. En dan heb je het over zomer, maar ja, wanneer is de zomer, als het seizoen andersom is? Maar benoem de maanden, dus zeg januari of zeg juli. Het ontstaan van een depressie, en de depressie is eigenlijk een laag gedrukgebied, waarbij dus een botsing is van koude polaire lucht, maar aan de andere kant ook warme subtropische lucht. En wij hebben wel eens depressies in onze omgeving. Waardoor er dus een front ontstaat, waarbij dus koude lucht en warme lucht met elkaar botsen en uiteindelijk om het lage drukgebied heen gaan stromen. Want je krijgt dus warme lucht wordt omhoog geduwd en koude lucht blijft eronder. Maar doordat warme lucht omhoog wordt geduwd, krijg je dus stijgende lucht, oftewel een lage drukgebied. En dat ziet er dus zo uit. En dit is, als je het flink doortrekt, kan dat richting een orkaan gaan. Depressies, dus stijgende lucht. Dan tot slot El Niño. Normaal gesproken warm water in Indonesië. En de zeestroming die naar Indonesië gaat, zorgt voor warm water in Indonesië. Wat dus vrij vlot verdampt. En daardoor zorgt dat er een tropisch regenwoud is. Hier zie je de stromingen nog een keer gaan. Of de windstromingen. En wat gebeurt er nou? De westerse stormen, dus, en deze heb je normaal gesproken tussen oktober en maart en meestal rond kerst, vandaar El Niño, het kerstkind. Deze stuwen het warme water terug naar het oosten. Maar eens in de zoveel tijd heb je dus dat het water, in plaats van dat het laagdrukgebied boven Indonesië is, dat dat dus ergens anders komt te liggen waardoor het weer omvalt. En dat wordt wat duidelijk met dit kaartje. Dus je hebt de normale situatie bij A, waarbij dus wind naar de Passaat, de Passaat dus naar de ITCZ-lijn gaat. En onder zie je heel duidelijk dat omdat de Passaat zorgt dus dat het warme zeewater wordt tegengehouden. Dus zorgt dat warme water niet naar het oosten kan gaan, houdt het dus het warme water bij Australië en Indonesië en krijg je stijgingsregen en nat weer boven Indonesië en Australië, wat dus voor regen zorgt. Maar eens in zoveel tijd vallen die passaatwinden weg. En heb je dus in plaats van het lage drukgebied wat boven Indonesië komt, gaat langzamerhand naar het midden van de Atlantische Oceaan, want die worden niet meer teruggeduwd door de passaatwinden. Wat je dan krijgt,
is dat er een lage drukgebied boven de oceaan ontstaat. De passaatwinden halen het water niet weg, oftewel het warme water blijft bij Peru. En dan krijg je dus bij Peru warm water wat verdampt en zorgt voor neerslag. A betekent dat de vissen daar wegtrekken omdat die veel te warm water hebben. En B, Indonesië is nu droog en Latijns-Amerika is het vochtig, terwijl dat andersom moet zijn. Nou, dat kan allemaal voor klimaatveranderingen zorgen, maar dan heb je in ieder geval de basis van El Niño. Ga ermee aan de slag, ook met de opdrachten, en probeer het heel goed te begrijpen. Goed, dit was even een lastige paragraaf, in ieder geval een theoretische paragraaf, een aantal dingen die je echt moet weten. Dus het verschil tussen hoog en laag, wat als basis ligt voor een depressie, voor de wet van Buys-Ballot en de veranderende seizoenen, dus door de passaatwinden. Je moet weten waar de ITCZ-lijn zich bevindt en waarom die verschuift. En je moet weten wat El Niño is en hoe het ontstaat. Kortom, een belangrijke paragraaf. En zorg echt dat je weet welke afwijking waar is. Hoog naar laag, afwijking naar rechts op noordelijk halfrond, afwijking naar links op het zuidelijk halfrond. Waar bevind ik me? In welk heeft dit land op dit moment een aanlandige wind of aflandige wind? Want dat kun je allemaal aan de wet van Buys-Ballot herleiden. Heeft het wind van zee, regenseizoen, is dat het hele jaar door enzovoort. Dus zo moet je een beetje gaan denken over windsystemen en over verplaatsing van warmte. Goed, dit was paragraaf 4, lucht als energietransporteur. Abonneer op mijn YouTube kanaal en blijf op de hoogte voor al het andere wat ook voor het examen verschijnt. En dan wens ik je succes met het leren.